Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer een video in mijn uppie. We gaan vandaag eens weer een keer kijken naar de Instant Structures mod. Waarin je meteen gebouwen in jouw wereld kunt krijgen met letterlijk één blok. En daar wou ik vandaag wel mee gaan spelen. Hier hebben we echt een hele tijd geleden heb ik hier een keer een mod showcase over gemaakt. Waarin we gewoon gingen kijken naar de mod zelf. Gaan we vandaag ook een beetje doen. Alleen dan met wat andere dingen die ik vorige keer eigenlijk niet heb laten zien. Maar dat is echt al een tijd geleden. En ja, toen waren er wat vragen gekomen om daar meer video's over te maken. Hadden we toen eigenlijk niet gedaan. Want de mod werkt eigenlijk niet op onze server waar wij met z'n tweeën dan opnemen. En dat is eigenlijk jammer. Dus vandaar dat ik hem nou in mijn eentje doe. Stan heeft namelijk nog PC-problemen. Dus ga ik dat vandaag in mijn eentje doen. Wil je zelf de mod proberen? Download linkje staat in de beschrijving. Hij is voor versie 1.12.2. En daarin heb je echt superveel dingen die je er in één keer in laat spawnen. We gaan gewoon deze jungle hier helemaal veranderen. Want ik vond dit eigenlijk wel een leuke... Ik doe normaal best wel vaak gewoon een willekeurige seed. En deze was best wel cool. Omdat je hier duidelijk kunt zien wat voor structures je allemaal... hebt geplaatst. Dus daar gaan we gewoon gelijk mee beginnen. Ik zag deze rollercoasterblok staan. Kwam ik al meteen tegen. Dacht ik leuk om mee te beginnen. Heb je er zin in? Klik even duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Ben je meteen op de hoogte van de nieuwste video's. Hoe werkt deze mod? Super simpel. Je plaatst het blokje wat je wil hebben als structure zeg maar op de grond. En doet rechte muisknop erop. En er wordt letterlijk gewoon voor je neus gebouwd. En dat is echt super cool. Als je een beetje op had gelet, ik ging er heel snel overheen. Maar je kan ook je eigen ding bouwen. Dus dat is wel cool. Kijk, we hebben dus al een best wel gave achtbaan gemaakt. Ik vind het jammer. Ik ga er alleen naar kijken. Want als we deze achtbaan bereiden, dan zijn we echt al best wel even bezig. Wat we kunnen doen is heel even een minecart erop zetten. En kijken of hij in ieder geval iets doet. Oh, die heeft ook zelfs de button hier neergelegd. Oh, welke kant moeten we op? Dat is de vraag. Deze kant. Hoppakee, nou. Dan gooien we minecart gewoon die kant. En hij zit... hij zit hier meteen vast. Ah, jammer. Dan hadden we nog een andere. We hadden ook deze. Nou, die zetten we hier gewoon even neer. Oh ja. Moet ik hem even aanklikken. Ja, zie je, die werkt ook maar voor de helft. Maar dat komt misschien door dat water, dat die daardoor alles kapot heeft gemaakt of zo. Oh, deze is echt super random. Nice. We gaan even kijken voor wat andere dingetjes. Survival Magic House, Torch Pattern Block, wat is dat dan? Huge Tree Block. Nou, we gaan die eens even gewoon in de lucht zetten, kijken wat er dan gebeurt. Oh, wauw, je krijgt hier gewoon een mega boom van. Die je dan kunt omhakken. Arena blok. Prison blok. Trapped house. Skyscraper. Eens kijken wat we daarvan krijgen. Wauw. Deze ziet er echt heel mooi uit. Wauw, die is echt leeg. Echt de meest simpele flat. Even kijken. Soccer stadium. Parking garage. Gras. Park. Nou, we pakken wel een park. Die zetten we wel gewoon hier ergens neer. Hupkee. Oh, dat is alleen dit stukje. Nice. Oké. Dan gaan we naar de volgende even kijken. Wat is dit? Oh, dit is food. Dat is niet zo heel leuk. Computerchip. Chimney, wat is dat dan? Eens even kijken. Wat dat nou... Wat is dit nou? Een soort van fabriek, halletje of zo. Dit ziet er al wel een stuk beter uit dan die van net. Ik moet zeggen, veel van die structures zijn wel echt ongelooflijk simpel. Maar, zeg wel grappig. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, die computerchip, wat is dat dan voor iets? Die heeft wel dikke lag.
Wat is dit dan? Of is dit gewoon een... Oh, dit is gewoon een fabriekje-achtig iets. Cool. Medium size. Oh, density. Wat is dit dan? Chimney. Nee, office. Public. Is misschien wel leuk. Hospital. Nee, we willen een grote. We willen een grote. Oh, een school. Is ook wel cool. Politie. Wil ik ook natuurlijk groot. Hup. Wat hebben we nog meer? Town Hall. Fire service. Ja, dan doen we deze drie wel even. Dan zetten we hier wel. Wat is dit? De school zetten we hier wel neer. Oh, deze is best wel cool. Hij geeft ook best wel flinke lag. Oh. Oh, die school is serieus wel netjes. Nice. Maar je ziet dus, dit is het noorden gedeelte. Dus het bovenste gedeelte van de school. Dus daar kun je ook meerdere dingen van maken. Waarschijnlijk kun je hier zo'n soort vierkantachtige school van maken. Nou, wat hebben we hier? Nou, dan doen we hieronder wel het ziekenhuisje. Planten die ondertussen gaat bouwen in het andere deel. Het is best wel een flink ziekenhuisje. Het kan dus best zijn als je zelf de mod uitprobeert. Dat hij het best wel zwaar heeft ermee. Hij gaat er ook echt dwars doorheen. Het is best wel een flink ziekenhuis. Maar op zich is het best wel leuk als je geen zin hebt om dingetjes te bouwen. En je wil gewoon een leuk stadje hebben. Ja, dat je gewoon echt... Dan moet je wel goed weten welke structuur je moet gebruiken. En op welke plek. Want anders kan het zomaar zijn dat je alles kapot maakt. Dan zetten we hier de politie neer. Nou, we zien dus elke keer aan de hoek, deze hoek zeg maar, dat er iets geplaatst wordt. Ook wel een cool gedeelte. Dan gaan we even verder naar, wat is dit dan? Big Modern West. Als het goed is, zouden dit ongelooflijk grote dingen moeten zijn. Dus ik ben benieuwd. Dan zetten we die wel hier neer, waar een beetje plek is. Oh, dit is wel echt een gaaf huisje. Of is dit ook een of andere flatgebouw? Denk het wel. Deze is wel best cool. Kijk, dit is veel beter dan deze. Oh, er zit ook nog veel water bij. Ja, deze is wel zeker wel netjes. Netjes, netjes. Even kijken, dan gaan we naar de volgende. Die hebben we al een beetje gehad. Shopping. Oh, dat is misschien wel leuk dat we hier een... soort van winkelcentrum... kunnen plaatsen. Ik ga gewoon de hele... Oh, shit, ik zit er zelf in. Oh, hij gaat door heel dit ding heen. Oh, dat was hem al. De winkeltjes allemaal hier, met niks erin. transport. Ah, ik pak gewoon elke keer maar willekeurige dingen. Je kan misschien dat hier een haven ding uitkomt, of een... Ja, simpel. Haventje. Doen we nog een ander iets. Dus denk alleen maar haven. Wat is dit nou? Connection. Oké. Ik ben echt benieuwd. Oh. We gaan gewoon een deel van een vliegveld gewoon hier neerzetten. Kijken wat die dan... Die is super groot waarschijnlijk. Of niet? Oh nee, nou heb ik echt superveel gemold. Daar had hij het wel even zwaar mee. Ja, je ziet, hij is ondertussen alles weg aan het halen hier. Nou, dan laten we die wel even ondertussen verder bouwen. Ja, zo zien, maar er blijft niet veel over van de jungle. Ja, die is best wel groot. Wat hebben we hier nog meer? Nuclear. Watertransport. Wegen, die is
Oh, structure removers. Je kunt dingen mee weghalen. Nou, hier hebben we andere dingen. Checkport, Big Break, Magic Station. Die is volgens mij wel cool. Oh, piramide. Dat is ook wel cool. Oh, grote... Oh, die kerstdingen. Dat is wel vet. Kersthuis. En wat hadden we hier? Life structures. Oh, deze kunnen we dan een beetje inzetten. Dus kunnen we bijvoorbeeld een... watermolen, helikopter. Ja, kunnen we hier in ieder geval dit mee opvullen. Als het goed is dit nou klaar. Kijk, dan kunnen we hier bijvoorbeeld... het grappige is, als je die erin zet, die werken ook echt. Dan moet je erin gaan en dan typen hoe ver je wil gaan. En dan gaat die ook echt erheen vliegen. Dat is wel grappig. Waar had ik nou die helikopter staan? Hier. Heli. Oei, die... Oh, vet. Die beweegt ook gewoon. Dat is serieus wel cool. Nou, dan gaan we het kersthuis gaan we ergens neerplanten. Zet hier wel even op het heuveltje. Oh, cool. Staat er dan ook meteen echt in. Met de garage erbij. Oh, hij is wel heel simpel. De marktplaats. Nou, kijken wat we dan krijgen. Oh, die is serieus wel cool. Alleen hij spawnt een beetje gek. Nou, dan gaan we hier gewoon letterlijk bovenop een stadion bouwen. Uh-oh. Ja. Dit had ik dus ook al verwacht. Deze is ook flink zwaar. Voor mijn computer. Oh, wauw. Wacht, is dit alleen een voetbalveld of ook echt een heel stadion? Ik denk dat het wel echt een heel stadion is. Dat hij die helemaal gaat bouwen. Huh, waarom is dit nou in één keer weg? Of is die nou dingen aan het weghalen hier? Ja. Wauw, dit stadion wordt echt mega groot dan. Uh-oh. Dan doe ik ook hier even die piramide... Die zet ik even hier neer. Ik hoop niet dat hij gek gaat doen als ik twee dingen tegelijk laat bouwen. Ik denk dat het niet zo... Hey, village. Ik denk dat het niet zo uitmaakt. Maar als deze groot is, dan... Oh, wauw. Die wordt ook echt ingeplaatst. Allemaal gangen. Booby traps. Dat is wel vet. Met hier bovenin. Dat is wel cool. Nou, dan doen we hier ook wel even de grote Christmas tree. Kijk. Nice. Nou, dan laten we deze nog heel even afbouwen. Ik weet niet hoe... hij zou ongeveer tot hier, denk ik, moeten maken. Het stadion. Oh, heel die flat kapot hier. Oh, wacht. Hier kun je zien tot hoe groot het stadion komt, gewoon tot hier. Wauw. Dat is echt flink veel. Ja, zo zie je maar. Je kan dan hier van alles mee in jouw wereld zetten. Kan zijn dat er zijn meerdere mods die ongeveer hetzelfde doen. Dus misschien krijgen we er eentje gevonden die wel werkt. Op de server. Want we willen daar eigenlijk wel graag een keer tegen elkaar iets mee doen. Of dat we... Ik weet het niet. We hadden daar een beetje ideeën van. Maar met zo'n mod tegen elkaar iets spelen is toch best wel lastig om te verzinnen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Laat er zeker even een duimpje omhoog achter. Wil je nog iets anders zien van mods? Of heb je nog ideeën voor deze mod? Laat het even achter. En dan zie ik je de volgende keer weer. Later, hè.